In Australië is nu op hoog politiek niveau de discussie losgebarsten van wat moet je nou eigenlijk met pedofielen? De Metro die verslaat dat stukje in die discussie in principe voor de Nederlandse nieuwslezer. En ja, dat wordt nu eigenlijk ook een beetje aan de bevolking voorgelegd. Die mogen dan in een soort referendum eenmalig vertellen wat eigenlijk de bedoeling moet zijn met deze pedofielen. Chemisch castreren, medicijnen geven, levenslang opsluiten. Ja, in ieder geval, de bevolking mag zich daarover uitspreken. Hartstikke goed, want Australië nogmaals kent heel veel inwoners. Nou ja, Nederland, de Metrokrant, doet daar verslag van. En buiten dat de Nederlandse kerken en dat soort hoogwaardigheidsbekleders en elites altijd wel de voorliefde hebben voor kleine jongetjes, mag dan geen primeur zijn, maar als je het hier, denk ik, aan de gemiddelde bevolking zou vragen, wat zou je doen moeten met een pedofiel, de gevangenis of chemisch castreren of wat dan ook? Nou, ik denk dat heel veel mensen het met mij eens zullen zijn. Wat mij betreft kunnen pedofielen aan het gas.